dit ziet er super leuk uit! Dit ziet er freaking vet uit! Yo Nintendo fans! Op het moment dat ik deze intro opneem is het vrijdag 4:30. En om 4:00 begint er een Pokémon presentatie. Dus nu op dit moment weet ik nog niet wat daarin gaat komen. Er zijn geruchten over een Pokémon Diamond en Pearl remake. Die moeten sowieso aankomen volgens alle geruchten. Ik twijfel nog een beetje. Ik zou het best wel leuk vinden als er een Pokémon Let's Go Johto komt. Ik heb heel erg genoten van Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee. Dus een nieuw Pokémon Let's Go mag helemaal van mij. Wat verwacht ik nog meer? Ik verwacht het niet, maar ik hoop. Ik hoop dat er een hele nieuwe grote Pokémon game komt. Een heel nieuw concept, een ander systeem. Pokémon Company heeft namelijk gezegd dat ze nog aan een heel groot project werken. Maar daar hebben ze daarna niks meer over gezegd. Dus misschien vandaag. Anyway, ik ga de presentatie live kijken op twitch.tv/Rickatju strakjes om 4:00. En dat gooi ik dan in deze video, zodat jullie mijn live reactie kunnen zien op de Pokémon presentatie. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En man, als ik de mensen in mijn Discord server moet geloven qua leaks, dan wordt dit dan toch een vette presentatie. We gaan het zien. De Pokémon Company. Pokémon 25 jaar, non-stop adventure. Ik ben gewoon zenuwachtig nu, jongens. Hier heb ik sowieso echt super veel zin in. Ik ga deze keihard spelen op YouTube en denk ook wel op Twitch. Ah, Pokémon Snap is geweldig. Lekker fotootjes maken van Pokémon. Geweldig. Oh, die Venusaur. And even under the sea. Ooh, to research cool. Pokemon in their natural habitats. By watching wild Pokemon, you can discover behaviors and expressions. Dit wordt de mooiste Pokémon game die je ooit hebt gespeeld. Dit is zo mooi gemaakt, hè? Kijk dan. Ik wil gewoon een echte Pokémon game met deze graphics. Dat zou perfect zijn. Moet weer appeltjes gooien. Dat moest ook in de oude Pokémon Snap om ze te lokken en een bepaalde pose te laten doen. Wat een vet. Yo, hoed hoed. Oh, je kan muziek maken en daar reageren Pokémon dan ook op. Nice. Wat is dit? Wat? Glow? Of, nee, niet shiny, hè? Ik dacht even dat je Pokémon shiny kon maken met die orbs, maar nee, dat is niet zo. Die Venusaur zwemt gewoon. Wat een baas. Venusaur deed even een bommetje. Behaviors on camera to fill up your Pokémon photo decks. And there's more. You'll be able to edit the photos you take. Oh, hier ga ik echt goed op, jongens. Hier ga ik echt goed op. Heel cool. Wow, is that the mythical Pokémon Celebi? Celebi! Ja! Celebi is zo leuk. I love Celebi. Nice. En dit hoesje, hè? Dit hoesje? Mooiste hoesje van een Pokémon game tot nu toe. Next. Kijk, dit was goed. The latest news about the Pokémon video game series. Have a look at this video. Oké, okay. De Pokémon video game series. Wacht even, oké, okay. Is dit... Dit is nieuw, hè? Oh, dit is niet... Wel? Gaan ze het wel doen? Ze gaan terug naar Gen 4, hè? Ja. Toch? Ja, man. Toch? Ja, ze gaan het doen. Wat de fans willen. Dit willen ze. Ja hoor. Ja. Het is gebeurd. Wow! Dit ziet er super leuk uit. Dit ziet er freaking vet uit. Dit is zo cool. Kijk hoe mooi. Ja. Oh, kijk deze battle shizzle. Ja man. Ja. Dit is gewoon die let's go stijl. Maar dan ietsje chibier, zeg maar. Ja, it's happening! Ja, man. Dit ziet er wel echt vet uit. Zo moeten ze inderdaad remaken, jongens. Dit is hoe je moet remaken. Niet porten, remaken. Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl.
Ik moet voor Shining Pearl gaan. Ik bedoel, Pearl is mijn kat. Hij schrijft alleen anders, maar ik moet gewoon voor Shining Pearl gaan. Glimmende Pearltje. Ja, late 2021. Dus november gaan we dit krijgen. November is Pokémon maand. Ja, man. Nee, je gaat me niet gek maken. Je gaat me niet nog gekker maken dan dit. Wat is dit? This is a tale from a long, long time ago. Geen mystery dungeon of zo, toch? Hopelijk. Wat is dit? Oh man, deze stijl, hè? Is dit de open wereld, Shizzle? Niet. Wat? Dit lijkt gewoon op Zelda Breath of the Wild, man. Oh! Kijk hoe ver... Oh, je kan gewoon zo je Pokéball gooien. Hoef je niet te battlen, je kan gewoon je Pokéball gooien. Is dit dat Pokémon Let's Go Catching waar de leaks van waren? Wat is dit? Oké, ik zie... Oh, dit zijn drie verschillende generaties. Nee, is dit zo'n... Nee, man. Straks is dit gewoon van alle generaties. Is dit gewoon de... Ik kom niet meer uit mijn woorden. Wat is dit? Is dit Solga Leo? Nee, dit is Arceus. Of Arceus. Dit is de uber-godlike Pokémon. Pokémon Legends? Pokémon Legends Arceus? Early 2022. Oké. Okay. Ja, maar dit steltje van Pokémon Shining Pearl en Brilliant Diamond is echt cool. Kijk dan. Dit is toch super cute? Oh man. Kijk dan, joh. Echt heel leuk, hoor. Kijk nou. Oké, wie kiezen jullie? Turtwig, Chimchar of Piplup? Laat het even weten. Turtwig, Chimchar of Piplup? Wie is de man? Wie is de man? Ik zou denk zelf voor Turtwig gaan. Turtwig is volgens mij de tank van de drie. Oh, ze gaan het nog verder uitleggen wat die Pokémon Arceus is. Oh. Oké. Het is een mix van gens, dus het is niet alle Pokémon bij elkaar, zo te zien. Kijk, je kan wel vechten in Pokémon Legends. Oké, okay, cool. Ik dacht even dat het alleen maar vangen was, maar er zitten wel echt battles in. Catching and battling Pokémon and strive to complete your Pokédex. Now for the mythical Pokémon that graces the game's title and story. Ja, wat is de deal met Arceus? Oh, Arceus wordt nu gezegd. Arceus shaped all there is in this world. But how is this Pokémon connected to your journey? Ze zeggen gewoon niks, hè. Ze zeggen gewoon niks. Zoek het maar uit. We gaan niet vertellen wat Arceus hier doet. Nice. Dat was hem. Oké. Okay. Woe! Dat was hem, jongens. Dat was de Pokémon-presentatie. Dat was ook mijn live reactie. Nog even samenvattend. Nieuw Pokémon Snap. Kapot veel zin in. Gaan we helemaal kapot spelen. We kunnen lekker bureaubladachtergrondjes maken. Gewoon met alle foto's die we gaan maken. Diamond and Pearl remake. Oh, dat wordt fantastisch. Ik hou van het stijltje. Ik hou zo van dat een beetje... Dat lieve chibi-achtige stijltje. Wat we ook een klein beetje kennen van Let's Go. Maar dan net anders. Die gaan we natuurlijk ook helemaal kapot spelen. Wie gaan jullie daar trouwens kiezen als starter? Turtwig, Chimchar of Piplup? Oh, en doe sowieso even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Maar dan hadden we dus ook nog Pokémon Legends Arceus. Arceus. Echt, de ene zegt Arceus, de ander zegt Arceus. Wat is het nou? Het wordt gewoon een grote open wereld Pokémon game. Lang voor het bestaan van de echte Pokémon games. En dat is best wel interessant, want volgens mij zeiden ze dat jij de Pokédex moet gaan samenstellen of zo. Ja, en dat is wel echt super interessant. We gaan dus helemaal terug naar het verleden, naar de tijd dat er nog geen Pokédex was. Enige kanttekening die ik moet plaatsen is dat het er misschien nog niet heel gelikt uitziet. Het loopt allemaal nog niet super vloeiend en de animaties zijn een beetje gek. Maar het concept van Pokémon Legends is super tof. Laat even weten wat jij het allerleukste vond uit deze presentatie. Waar ben jij het meest hyped voor? Voor de Diamond and Pearl remake, voor Pokémon Legends of voor nieuw Pokémon Snap. Doe nogmaals een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En wil je hier nou bij zijn bij dit soort live events? Volg me dan op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!